In de Klaverhal in Zoeterwoude-Dorp werd zondag 10 uur achter elkaar gedanst. De K-dansmarathon, bedacht door dansschool K-dans, werd georganiseerd om geld in te zamelen voor het goede doel en het jubileumfeest in mei van dit jaar. Deelnemers dansten van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds zoveel mogelijk uur en lieten zich hierbij sponsoren. Per afgestempeld uur werd geld ingezameld. Dit jaar bestaat K-dans 15 jaar en dat gaan we vieren. En we willen hier gaan slapen en eten en drinken en gezellig. Daar zijn wat centjes voor nodig. Maar ik hoop dat we heel veel geld gaan overhouden. En dat gaan we allemaal naar het Rode Kruis storten. En wat voor verschillende dansen hebben we allemaal gezien vandaag? Of is het 10 uur hetzelfde? Nee, dat is juist de bedoeling. Het is die diversiteit. We gingen van klassiek ballet, waar alles heel mooi, keurig en hoog moest, naar heel down to the ground, lekker gestreetdance en hiphop gedaan. Nou, je hoort, het Afrikaans is nu bezig. Helemaal te gek. We hebben spellings gedaan, we hebben gelinedanced, ballet wat ik al zei. Van alles en nog wat.